op deze zondagmiddag op de Vijverberg. Een beladen duel tussen de Graafschap en Go Ahead Eagles. Veel ME inzet, politiecontrole, maar gelukkig was het allemaal rustig. En was het vooral genieten geblazen, omdat er veel kansen waren. Zoals deze voor Van Michem van de Graafschap. Zeker het eerste half uur speelde de thuisploeg geweldig voetbal. Beste tot nu toe van het seizoen. El Djebi dan, Mick net naast. Wat een kans toch voor de aanvallende middenvelder. De Jong is aanvallender gaan spelen de laatste weken. En dat lijkt zich toch uit te betalen. Het is in ieder geval attractiever. Hier Diemers met een geweldige knal op de lat. En in de nastoot Sjoerd Ars. De bal wil er niet in voor de Graafschap in de beginfase. Dan eindelijk ook eens iets van de bezoekers. Go Ahead Eagles met Joey Suk. Onberekenbaar natuurlijk. Suk door de benen van Driver. En dan op de vuisten van doelman Bednarek. En Go Ahead Eagles krijgt in de slotfase van de eerste helft sowieso meer kansen. Hier is Suk weer gevonden. Die geeft hem goed voor. Hendricks beroert de bal nog lichtjes. En dan in de nastoot is daar Pieter Langendijk met de voorsprong voor Go Ahead Eagles. Zijn derde van het seizoen. Heerlijke uithaal. En dan moet de Graafschap wat gaan doen in de tweede helft. Tutuarima met een goede actie. Goede voorzet ook. En daar is de kopbal van Sjoerd Ars. En dan is het gelijk. Dik verdiend natuurlijk. Vanwege al die kansen van de Graafschap in de eerste helft. Maar ze hebben er hard voor moeten knokken. Dan wordt het een spannende slotfase. Met hier Suk die goed uithaalt. Maar net naschiet. De Graafschap toch goed weg. Diemers laat lopen. El Djebli. Serarens in de kluts. Kan dan ineens ook schieten. Hard genoeg. Maar niet tussen de palen. En dat is uiteindelijk wel de bedoeling. Nog een paar minuten te gaan. Diemers heeft al gekeken of de mensen mee hier vooruit zijn. Maar die counter zit er niet in voor de Graafschap. Sterker, er komt weer een nieuwe mogelijkheid voor Go Ahead Eagles. De doelpuntenmaker Langendijk. Ook hij schiet naast. Wat een kansen toch deze middag. Hier Tutuarima. Ars kan dan schieten. Maar dat is te wild. En zo eindigt het in 1-1. We hebben het hard gestreden. Er waren veel kansen. Het is een verre puntendeling. En het publiek was de grote winnaar. Al hadden er wel meer doelpunten mogen vallen.